Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weersverwachting van weerplaza. In deze video gaan we ons vooral richten op de laatste echte wintermaand van dit seizoen, februari. Natuurlijk kan het ook in maart en april nog wel koud worden met soms zelfs wat sneeuw, dat hebben we de afgelopen jaren meerdere malen gezien. Maar echt serieus winterweer, ja, dat wordt wel lastig tegen die tijd. De zon wordt krachtiger, de dagen worden snel langer. Dus als we nog echte kou willen hebben, dan zullen we het vooral van deze maand moeten hebben. Nu is dat niet helemaal uitgesloten. Er liggen wel kansen op winterweer en daar gaan we in deze video nader naar kijken. Nou, de afgelopen tijd was het zacht en ook vaak vrij zonnig weer. Nou, ook vanochtend hadden we her en der nog wat zon, maar die zon gaat het de komende tijd toch behoorlijk lastig krijgen. Er trekt veel bewolking over onze omgeving en in toenemende mate levert dat ook wat regen op. En het is natuurlijk zacht geweest. En na die winterse periode in januari. Ja, denkt de natuur dat het al bijna lente is. En dat zien we her en der ook al mooi terug buiten. Maar het weer gaat dus niet echt meedoen de komende tijd. Sterker nog, de kans op winterweer neemt langzaam toe. Nou, nog niet de eerste dagen. De koude lucht ligt er wel boven Europa, vooral boven het noordoosten en noorden en daar valt neerslag ook vaak als sneeuw. Nou, als we het zaakje in beweging zetten dan zien we dat wij vooral nog te maken hebben met de stevige westelijke stroming waarbij soms wat regen valt. Maar langzaamaan zien we die grens met die koude lucht wel wat naar het zuiden zakken en vooral in de loop van volgende week krijgt neerslag ook in onze omgeving dan steeds vaker een winters karakter. De verschillen over korte afstand zijn wel heel groot. Want er komt echt scheidingslijn te liggen tussen de zachte lucht in het zuiden en de koude lucht in het noorden. En wanneer er dan zo'n lage drukgebied passeert, zal vooral de, noord, de noordzijde daarvan met sneeuw te maken gaan krijgen. Nou, dat komt op 100 of 150 kilometer nauwkeurig. Dus waar precies die sneeuw valt, dat valt nu nog niet te zeggen. Maar dat de kans op winterse neerslag langzaam toeneemt, dat lijkt wel vrij zeker volgende week. Niet alleen dus bij ons, maar ook zeker in delen van Denemarken, het noorden van Duitsland en richting het noordoosten van Europa. Ook de Alpen krijgt geleidelijk met wat sneeuw te maken volgende week. Maar daar zal het voornamelijk nog op wat grotere hoogte plaatsvinden. Nou, ik neem u eerst even mee naar uh, een maand geleden. De weersverwachting, de 30-daagse weersverwachting van 4 januari. En dan zien we deze kaart. Dat is week 2 van die verwachtingstermijn, dus de week van 16 januari. Er zijn heel veel gelijkenissen met de verwachting die we nu zien. Daar ga ik dadelijk een kaart van tonen. Eerst even de verwachting van dus een maand geleden, voor, twee weken vooruit. Dat was dus half januari. En dan zien we dat er een flinke bel met koude lucht over Europa uh, uitzakte vanaf het noorden van Scandinavië. Nou, daar was het op dat moment extreem koud... met temperaturen van zelfs min 30 graden of lager. Dat zien we op dit moment niet. De koude lucht is daar redelijk weggeblazen de afgelopen dagen... onder andere door een zeer zware storm afgelopen donderdag. Maar het is er wel in toenemende mate wat aan het afkoelen nu. En komende week staat er in Scandinavië in ieder geval wel strenge vorst op het programma. Toen was de verwachting dat die kou dus uitzakte tot zelfs het Middellandse zeegebied aan toe... Dat zou half januari gaan gebeuren. Dat was nog op 10, dagen, 10 tot 14 dagen op voorhand. Maar dat is uiteindelijk wel gebeurd. Pakken we dan nu de run van vandaag een verwachting voor week 2 erbij. Dus de week van 12 februari. Dan zien we eigenlijk een soortgelijke verdeling. Opnieuw wordt er een flinke bel met koude lucht berekend. Dus na volgende week. Die in een groot deel van Europa uitzakt. Tot aan het Middellandse zeegebied aan toe. Het enige verschil. Is dat Scandinavië een stuk minder koud is. Maar dat hoeft op zich voor onze omgeving niet zoveel uit te maken. We zien namelijk dat voor onze regio de afwijkende temperatuur die verwacht wordt ongeveer gelijk is ten opzichte van een maand geleden, voor half januari. Het is dus een graad of drie te koud volgende week. Dat levert in geval van neerslag, waarschijnlijk winterse neerslag op. Ongetwijfeld een keer sneeuw. En als dan zo'n lage drukgebied onze omgeving passeert. dat zagen we in januari ook een paar keer gebeuren. dan zou dat lokaal best wel eens veel sneeuw kunnen geven. in een specifiek deel van West- of Centraal-Europa. Natuurlijk valt het op deze termijn niet te zeggen. of zo'n lage je ook recht over Nederland koerst. maar dat zou wel kunnen. In januari leverde dat bijvoorbeeld bijna 30 centimeter sneeuw. zelfs op in het zuiden van Limburg en bijvoorbeeld de Ardennen. Het oosten van Europa is vrij warm. Daar hebben ze te maken met een no zuidelijke stroming. Bij ons heerst dus een veelal noordelijke stroming. En daarmee heeft de situatie dus veel gelijkenissen op dit, in, in dit stadium met de situatie van half januari. Voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met een krachtige westelijke stroming. Een straalstroom, een sterke wind op 10 kilometer hoogte. Die neemt de komende week flink in kracht toe. Dat begint eigenlijk dit weekend al. En dat zien we ook op deze kaart. Veel lage drukgebieden die zich over West-Europa richting het noordoosten van Scandinavië bevinden. En dat levert ook flink wat neerslag op. Dat zien we ook op de neerslagafwijking voor de komende week, de week van 5 februari dus, met vooral in onze omgeving echt een fors neerslagoverschot ten opzichte van normaal. Lokaal kan dat wel 50 of 60 mm meer geven dan gemiddeld. En dat betekent dat op sommige plaatsen tot en met volgend weekend misschien wel een maand hoeveelheid aan regen kan vallen. Niet alleen regen, maar richting volgend weekend misschien dus ook met name aan de noordzijde van die ...laagdrukgebieden in toenemende mate wat winterse neerslag. Maar er staat dus opnieuw een hele natte periode op het programma. Dat zien we niet alleen op die kaart, maar ook in deze staafdiagram. Met name vanaf dinsdag, woensdag, dan krijgen wij met die neerslaggebieden te maken en dat houdt dan eigenlijk aan tot en met volgend weekend, waarin de kans op 10 mm per dag echt behoorlijk groot is, zeker in het midden en noorden van het land. En op sommige dagen zou dat ook zomaar 20 of 25 mm neerslag kunnen zijn. Kijken we dan wat verder, dan zien we dat de neerslagkans in de loop van de termijn, als die koude lucht dus dichter bij ons land komt, wel weer wat afneemt. Het wordt niet alleen heel nat komende week, maar ook heel zacht. Al zien we wel op deze kaart heel mooi de begrenzing liggen tussen die zachte en die koude lucht. Dat begint zo'n beetje ten westen van Ierland, loopt net ten noorden van ons land langs en dan richting Finland. Ten zuiden daarvan hebben we te maken met heel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In het zuiden en centrale deel van Europa is het van tijd tot tijd zomaar een graad of tien warmer dan gemiddeld. En wij liggen in eerste instantie in die warme lucht. Dat is vooral de eerste dagen het geval. Maar vanaf woensdag donderdag komt die grens ongeveer boven ons hoofd te liggen. En dat gaat dus ook gepaard met die neerslag. Maar de temperaturen gaan dan wel geleidelijk aan dalen. Nou, dat zien we ook in de pluim. Tot en met woensdag is het zeker zacht, zowel overdag als nachts temperaturen rond een graad of 10. Maar daarna komt die grens met die koude lucht dus in uh, de buurt. En neemt de onzekerheid flink toe. Vooral richting volgend weekend. Ja, loopt de spreiding eigenlijk zo'n 10 graden uiteen. Er is nog niet zoveel te zeggen over wat de, het scenario, het meest waarschijnlijke scenario gaat worden. Waarschijnlijk. Komt het noorden van het land vrij snel in die koude lucht terecht? Met daar dus ook de grootste kans op winterse neerslag. Nou, dit is een pluim voor midden-Nederland en die toont aan dat de kans op zacht weer tot en met volgend weekend nog vrij groot is. Dus waarschijnlijk komt die grens tussen die zachte en die koude lucht wel ergens boven Nederland te liggen. Daarna kan die koude lucht zich wat verder over Nederland uitbreiden... en gaat het ook in Midden-Nederland afkoelen. Heel koud wordt het daarbij overigens niet meteen. Overdag temperatuur een paar graden boven nul, in de nacht een paar graden eronder. Maar met kans op neerslag levert dat uiteraard ook wel risico op gladheid op. Een soortgelijke situatie dus, zoals we die begin en half januari ook zagen. Nou, de luchtdrukverdeling na komende week... als die straalstroom langzaam naar het zuiden-zuidoosten wegzakt, is als volgt... Een groot hoogdrukgebied bouwt zich op ten noordwesten van Ierland en Schotland in de buurt van IJsland. Met mogelijk ook een uitloper in de loop van de tijd richting Scandinavië. En in dat scenario ja, steekt bij ons dus een noordelijke wind op. Met van tijd tot tijd winterse buien en vrij koude lucht. Niet heel koud, want die wind komt nog steeds van over zee. En de zee is nou eenmaal relatief warm, ook in deze tijd van het jaar. En exact hetzelfde scenario zagen we dus half januari. We hadden weinig bijzondere kou, wel een paar ijsdagen, vooral in het binnenland... maar in de kustgebieden vaak toch ook flink wat dooi. En daar was de vorming van een sneeuwdek lastig. Dat zal in de loop van volgende week en in de week van 12 februari niet veel anders zijn. Ook dan zal van echte kou niet echt sprake zijn. En ja, zal het tot stand komen van de sneeuwdek best moeizaam verlopen. Heel anders wordt dat in de middelgebergtes rondom ons land... maar ook bijvoorbeeld aan de noordkant van de Alpen... Daar zorgt die noordelijke stroming wel waarschijnlijk voor een sneeuwdek. En dus ook redelijk goede wintersportcondities. Met de voorjaarsvakantie die voor de deur staat voor veel mensen. Kijken we dan nog een deurtje verder, richting eind februari en de maandwisseling naar maart. Dan zien we dat het signaal voor hoge druk nog altijd heel duidelijk aanwezig is boven het noordelijke deel van Europa. En dat houdt in grote lijnen in dat het winterse weer wat. Waarschijnlijk na komende week langzaam inzet. de rest van de maand wel eens van tijd tot tijd kan stand houden. Niet alleen bij ons, maar ook in het noorden en centrale deel van Europa. En lage drukgebieden, de straalstroom dus met zachte lucht. bevindt zich behoorlijk zuidelijk. Dat zien we ook op deze kaart. Waarschijnlijk over Centraal of Zuid-Europa. met daar ook vrij veel neerslag. Iets wat overigens heel welkom is in bijvoorbeeld delen van Spanje en Portugal. Bij ons blijft het in dit scenario. Over het algemeen aan de koude kant, met temperaturen een paar graden onder het langjaar gemiddelde. Dat betekent overdag waarden rond of enkele graden boven nul en in de nachten vaak lichte en mogelijk soms ook een keer matige vorst en dus een risico op gladheid. Licht winterse omstandigheden dus na komende week en die zouden wel eens tot begin maart in grote lijnen kunnen aanhouden. Ik wens u alvast een goed weekend.